Daarbij deel ik u dan mee dat Provinciale Staten de heer Arjen Gerritsen aanbeveelt bij de minister voor de benoeming van commissaris van de Koning in Flevoland. Arjen Gerritsen is een heel ervaren bestuurder, vindt als verbinder aansluiting op alle niveaus en luistert goed naar mensen. Hij is authentiek, toont daadkracht en is energiek. Hij is een sterk boegbeeld van en voor de provincie Flevoland en is een mensenmens puur sang. Arjen Gerritsen is al geruime tijd werkzaam in het openbaar bestuur. Hij was gedurende 5 jaar wethouder van de gemeente Wierden en werd daarna in 2002 burgemeester van de Groningse gemeente Haren. Op 32-jarige leeftijd was hij daarmee de jongste burgemeester van Nederland. In 2007 werd hij benoemd tot burgemeester van de Bilt in de provincie Utrecht. In 2016 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Almelo. Arjen Gerritsen is gehuwd en hij en zijn echtgenote hebben 3 studerende kinderen. En voorzitter, nou heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat de heer Gerritsen in de buurt is. Ik vraag een korte schorsing aan u, zodat ik hem even op kan halen en aan u voorstellen. Dank u wel, voorzitter. En wat ongelooflijk leuk, ik heb er een poosje op zitten wachten, 2 maanden zo'n beetje, om eindelijk in uw midden te zijn. Wel wat kwetsbaar natuurlijk, want de procedure is nog niet afgelopen. Maar ik wil u allemaal ongelooflijk hartelijk danken voor het vertrouwen dat de Staten van Flevoland in mij hebben gesteld. Ik heb toegeleefd naar deze dag, naar dit moment. Voor dit moment geen papier of wat dan ook voorbereid, dus ik spreek maar even uit mijn hart. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om met u, mag ik zeggen met jullie allemaal, aan de slag te gaan voor deze prachtige provincie. In ons landje, in ons bestuurderswereldje, hebben we het vaak over opgaven die we met elkaar hebben of problemen die we met elkaar willen oplossen. Maar toen ik mij verdiepte in Flevoland zag ik geen opgaven, ik zag geen problemen, ik zag kansen en beloften. Dit is een provincie van beloften. Beloften voor stedelijke ontwikkeling, beloften voor landbouw, voor natuurbeheer, beloften voor wonen. En het is ontzettend mooi, het is een geweldige opgave om samen met u die beloften en die kansen te gaan beheren. En deze provincie, zoals u het zelf in de profielschets heeft omschreven, voorwaarts te helpen, een stap voorwaarts te laten maken. Het is nog een poosje wachten voordat ik hier echt kan beginnen, want de procedure, zoals ik al zei, die duurt nog eventjes. Het zal nog 4 maanden zijn voordat ik weer in uw midden ben, mag ik er meteen aan toevoegen. Maar voor nu, ongelooflijk veel dank voor het vertrouwen dat u mij gegeven heeft. En ik heb er ongelooflijk veel zin in om met u, maar natuurlijk met alle Flevolanders aan de slag te gaan. Voor een geweldige provincie. Dank jullie wel.